Hey mensen, welkom bij Hearthstone. Vandaag laat ik jullie zien hoe de rogue deck werkt. Ik laat jullie zien wat allemaal in het deck zit en een beetje uitleggen wat de kaarten doen. Dus hier hebben we het deck. Het deck is heel erg gebaseerd op card draw. Dus heel veel kaarten trekken om gewoon een soort voordeel te krijgen verlegen de vijand. Oké, wat we dus als eerste hebben is backstab teal do damage to an undamaged minion. Dus als je een minion hebt die nog geen damage heeft gehad, of nog maar 2 HP heeft en dat is zijn hoogste HP wat je kan hebben, kan je hem één keer voor het veld afvegen. En dat is gewoon een voordeel. Het nadeel met deze kaart natuurlijk is, als de minion al damage heeft gehad, kan je deze kaart helemaal niet gebruiken. Maar goed, het voordeel is natuurlijk 0 mana, dus het is gratis. Dan hebben we natuurlijk Deadly Poison, dat betekent give your weapon plus 2. Dat is heel handig met de hero power wat we hebben. Summon a 1-2 dagger. Dus dat is een wapen wat we summonen, waar we 2 keer mee kunnen aanvallen. Zeg maar 1 keer per beeld wel. En dat doet 1 damage. Dan kunnen we dan dankzij Deadly Poison kunnen we daar een 3-2 van maken. Ja. En natuurlijk hebben we dan de volgende shift. Deal 1 damage, draw a card. Dus 1 damage doen en een kaart trekken. Dus weer een extra kaart waar we weer nog meer voordelen kunnen opleveren. Dan hebben we natuurlijk ook nog Swamp Ooze. Dat is natuurlijk geweldig voor als de vijand wapens heeft. Omdat het destroy your opponent's weapon. Dus als de vijand een heel sterk wapen heeft. Wat weet ik veel. Net zoals waar ik later bij kom is de Assassin Blade. Kan je dan één keer mee wegvegen en dan heeft hij niks meer. Natuurlijk kunnen dan de volgende kaart is een Bloodfin Raptor. Gewoon simpel creature is dat. Een 3-2. Handig voor early game. Voor tweede ronde te plaatsen. Dan hebben we natuurlijk Novice Engineer, dat is draw a card, dus dat is weer een card draw en dus geef je ook nog meer voordelen, maar misschien later. Het enige nadeel is een 1-1, dat was is 1-2, maar dit is de laatste keer genurfd geweest volgende seizoen. Maar goed, het volgende wat we hebben is Fan of Knives, deal 1 damage to all enemy minions and draw a card. Dus 1 damage op alle vijands minions en je krijgt weer een extra kaart. Dan hebben we natuurlijk Razorfan Hunter, summon a 1-1 boar. Dit is gewoon eentje om wat minions op het veld te krijgen, tot de vijand een beetje moet reageren. Anders hebben we te veel minions op het veld en dan komt hij in problemen. En dan hebben we natuurlijk het volgende, de Shatter Sun Cleric. Give a friendly minion 1-1. Dus het voordeel met die is zelf, we plaatsen eerst deze en we kunnen daarna deze plaatsen, kunnen we deze kaart een 3-4 van maken of de boor wat we hebben gezamen een 2-2. En natuurlijk hebben we dan de geweldige kaart Chilled Yeti. Ik vind het een hele fijne kaart. Het is maar 4 mana, maar het grote voordeel met hem het is 4 attack en 5 HP. En die 5 HP is juist heel handig, want dat zorgt er ook gewoon voor dat de vijand moet erop reageren. Want 4 damage is toch wel flink wat damage. En hij moet dan ook nog veel kaarten gebruiken om deze uit te schakelen. Of hij gebruikt een hele sterke kaart. Of hij gebruikt wat lagere kaarten om gewoon deze uit te schakelen. Ligt eraan natuurlijk wat hij heeft, hè. En natuurlijk hebben we dan de Gommish Engineer, als ik het zo goed uitspreek. Het is zeg maar de duurdere versie van de Novice Engineer. Het is een 2 attack 4 HP kaart en natuurlijk draw kaart. Weinig attack, maar het heeft natuurlijk wel een extra kaart, dus nog meer voordelen. Dan hebben we natuurlijk Shenshi's Shieldmaster, als ik het zo goed uitspreek. Het is natuurlijk maar een 3-4 in plaats van de 3-5. En in plaats van wat Yeti heeft is zeg maar 4-5. Maar het voordeel wat hij heeft is stand. Dus heel goed voor jezelf te verdedigen. Natuurlijk ook weer 5 HP. Moeilijk te doden, dus houd je weer lang een leven. Dus kan natuurlijk wat extra beschrijving om gewoon meer kaarten in je hand te krijgen. Meer kaarten op het veld te leggen. En gewoon een geweldige kaart vind ik deze zelf. Dan natuurlijk hebben we dan de enige wapen wat de Assassin heeft, Assassin's Blade. Is een 3 attack, kan je 4 keer gebruiken, 1 keer per beurt. En wat ook nog heel handig is, als je nog Deadly Poison hebt. En ook nog Assassin's Blade kan je er een 5-4 van maken. Dat is dan een hele sterke combo wat je kan doen. Dan natuurlijk hebben we dan het sterkste kaart in het hele deck, Assassinate. Destroy an enemy minion. Dus wat dat betekent, als de vijand een legendary kaart gooit, of een hele sterke kaart, wat me juist in de weg staat van een overwinning, kan je deze mee meteen van het bord vegen. Dus deze kaart moet je alleen gebruiken als je zeker weet dat je wint, of een hele sterke minion van het veld af te vegen. En natuurlijk hebben we dan een goede voor late game om wat goed damage te krijgen op het veld, Border Fist Ogre. Dus het is de grote broer van de Yeti. En een grote voordeel is natuurlijk de 7 HP, dus moeilijk te doden. Moet veel kaarten gebruiken of als we moet hij zelfs een Assassinate gebruiken om deze uit te schakelen. Als we ook tegen een rogue gaan. En natuurlijk ook nog 6 attack, lekker veel damage.
En natuurlijk als laatste hier wat we hebben. Als het ladende spel is en we hebben bijna geen kaarten meer, kunnen we altijd deze nog gebruiken om 4 extra kaarten te krijgen om het spel te finishen. En dit is dus het hele deck. Dus ik ga het eens proberen in ranked. Eens kijken hoe het werkt. En dan gaan we gewoon eens testen. The light shall bring victory. Watch your back. Ik denk dat die twee wegdoen. Die wil ik wel houden. Die is te duur natuurlijk. Die wil ik wel laten bewaren. Ik weet ook al dat veel Caldera in mijn deck heb zitten. Dit is wel een fijne hand. Ik ga nu tegen een priest. Twee gratis kaarten. De strategie wat ik een beetje heb. Ik ga deze meteen summonen nu. Want ik weet dat de priest geen wapen heeft. Oeh. Dat maakt het wat lastiger. Maar ik heb een idee voor deze. Deze moet ik uitschakelen. Want zodat hij die kan healen. Voor elke heal wat hij doet. Gaat hij dus een extra main van trekken. Wat ik ga doen is mijn hero power. En natuurlijk dit. Het kost me niks. Ik kan gratis gebruiken. En uitgeschakeld. Normaal is het moeilijk om die uit te schakelen, maar ik had juist de perfecte combo om het te doen. Dus nu heb ik daar geen last meer van. Want voor hij doet dat uitschakelen. Als hij niet genoeg damage op die kan doen, komt hij hem healen. En dan had hij card draw. Dat moeten we dus absoluut niet hebben. Oké, dit is juist weer een voordeel. Ik kan deze gebruiken om die weg te halen. Mij geen main te plaatsen. En ik val zijn gezicht een keer aan. Slim wat hij heeft gedaan. Hij dwingt me juist zeg maar om dat te gaan traden. So many options. The light shall burn you. Thank you. Oké, wat mijn plannetje is. Ja, ik moet het opofferen. Dus wat ik ga doen is mijn hero power natuurlijk gebruiken. Ik ga mijn tweede slijm oproepen. En die tand wil ik toch nog weg hebben. En de volgende ronde wil ik deze hier gaan gebruiken. Misschien die gebruiken. Ik weet niet. Natuurlijk wil ik die wel weg hebben. Ligt aan wat hij nu gaat spelen. What you want. Alweer een tand. Oké. Deze keer heb ik niks om die tand snel weg te halen. Misschien wel. Ik heb een idee. Oké, ik ga mijn novice inventor oproepen. Kijken wat voor een extra kaart ik krijg. Oké, twee keer deadly poison. En dan... deadly poison. Die tand uitschakelen ermee. Ik krijg er wel wat damage door. Maar het voordeel is, ik krijg er board control van. Ik heb nu al twee van zijn tands uitgeschakeld. Misschien heb ik geluk en heeft hij geen tand meer in zijn deck. Of het tans gesproken. Hij is erg tand heavy. Dus dat hebben we wel gemerkt. Maar dat kan hem niet altijd helpen. Oké, ik weet wat ik ga doen. Ik ga mijn Assassin's Blade oproepen. Ik ga Deadly Poison geven. En dan meteen de tand ermee weghalen. En dan trekt zijn gezicht. Thank you. Voordeel nu is, ik heb zeg maar nu een 5 keer damage wapen. Wat ik kan het nog 3 keer gebruiken, maar die heeft 5 damage. Dat is geweldig. Dat is een vervelende kaart. De priest hebben die altijd in dek. Moet ik een manier vinden om die zo snel mogelijk uit te schakelen. En wat ik ga doen is... Yeti. En die gewoon wat extra mees op het veld krijgen. En ik ga gewoon direct voor zijn gezicht. Gewoon dwingen om zichzelf te healen. En ik ga hem gewoon een keuze geven om mij aan te vallen met een van die. Dan kan ik een volgende beurt afmaken. Of hij moet het zelf damage doen, zeg maar, om mij aan te vallen. Zoals je ziet, hij dwingt zichzelf nu om te healen. Dat is het nadeel met de priest, die healen altijd zo snel. Je gaat hem nog maar buffen, dat is een probleem. Dat is niet goed.
Natuurlijk gaat hij de 1-1 daarmee aanvallen. Krijgt hij weinig damage erop. Ja, ik moet die kaart uitschakelen. Dus ik ga de Yeti opofferen. En... Lima. Dus die kaart weg. Ik moest helaas wat kaarten ervoor opofferen. Dat is heel erg jammer. Reptile moet weg. En jij moet weg. En doe ik nog een extra kaart erbij. Raptor. Zal ik ze nu al summonen of niet? Hoeveel mannen heb ik nog? Doe die Yeti nog erbij. En ik val nog een keer direct zijn gezicht aan. Zover heb ik nog board control. Ik heb nog één monster om extra te summonen. Ik heb nog één attack van 5. Dus als hij iets kleins oproept, kan ik het altijd hier nog meer kapot maken. En ik heb nog wat mains op het veld. Hopelijk gaat hij iets niet. Dat ik al ga natuurlijk mijn Yeti doen. Nee. Oké, ik denk al, waar maakt die Yeti niet? Dat moet onder 3 attacks zitten, natuurlijk. Oké, hier kunnen we dus een hele stack mee kapot maken als hij dat heeft, maar die heeft hij niet. Doe maar een Raptor. Dat wil ik wel opofferen, heeft goed werk gedaan. En natuurlijk trek op zijn gezicht. Normaal raak ik het nooit echt aan om dat te gebruiken, maar het was gewoon te sterk om te laten gaan. En hij heeft nu maar 6 HP, dus hij moest zichzelf healen. Wat hij ook zou met, ik kan de volgende beurt gewoon een compleet kapot maken. Zo te zien hebben we deze eerste ronde gewonnen. Dus dat is ook fijn, je kan niet de 2 keer achterna doen, maar altijd een klein beetje wachten. Maar daar heb ik ook. Eerste ronde gewonnen. We gaan nog eens een ronde proberen. Kijken of we dan nog tegenkomen. Wauw, weer een priest. Is het weer dezelfde persoon? Nee, het is een andere persoon. Doen we die weg. Die wil ik wel houden. Die wil ik wel houden. Dit zijn wel goed voor early game om gewoon dingen van hem weg te vegen. Oké, ik heb zelf helemaal geen minions. Maar goed, we gaan eens kijken hoe deze ronde gaat. Eerst keer ben ik, kan ik niks. Oké, hier kan ik wel mijn heel power voor gebruiken. Zoals je kan zien, ik heb mijn wapen in keer gebruik. Dat is altijd vervelend aan die Lipo Golem. Want die doet altijd 2 damage aan mij zodat hij doodgaat. Dat is altijd vervelend. Ik heb wel eens een keer een spelletje daardoor verloren, ik kan herinneren. Hij had nog 2 HP. Deed hij zeg maar opzamelen, deed hij meteen mee aanvallen tot hij een warrior met chase target was. Het was een hele rare combo, maar hij had er juist door verloren. Oké. Beetje verspilling ben ik zelf, maar goed. Hij heeft wel 6 damage ermee opgedaan, maar ik kan tenminste een raptor oproepen. Ik kan kiezen zelf aan te vallen of die te gebruiken, maar dan kies ik liever zelf. Dus liever zelf aanvallen. Ik krijg wel wat damage door, maar het voordeel is mijn dier blijft erop staan en ik heb nog kaart in mijn handen wat ik kan gebruiken voor sterkere dingen. Dat is ook waar ik het meeste voor dit gebruik is, gewoon voor om het board control te houden. Dus hij doet die kaart spelen. Dat is eigenlijk meer voor afleiding natuurlijk te gaan doen. Maar het voordeel is, dankzij deze kaart kan ik die meteen wegvegen. Kost me geen mana. En ik ga nog een extra Yeti spawnen. En een raptor. En dat is mijn beeld. Dat dingo! Yes! Oké, ik heb een optie voor assassinates, engineer, dit zijn de opties wat ik heb. Dit is wel soms zelfs waardig om te assassinaten, want het heeft natuurlijk 5 HP, dus het is moeilijk te doden. Moet ik al deze 2 kaarten gebruiken, of ik moet deze en zelf aanvallen, maar dat doe ik liever niet. Dus ik ga het assassinaten. En dan kan ik gelijk damage direct door op zijn gezicht doen.
Hopelijk was het niet fout wat ik heb gedaan. Maar als hij iets zwaars doet, kan ik mijn eigen Shieldmaster plaatsen om mijzelf te beschermen. Waarschijnlijk is het nu precies 20 HP. Alleen heb ik World Control. En even één kaart meer dan mij. Maar ik krijg zometeen een extra kaart. I'll put it on your head. Ready for action! Dus die kaarten zijn geen probleem. Oké, ik heb een idee. Ik ga eerst deze spelen. Fan of Knives. Wat doet het nu? One of two? Oh, doet one damage. Ja, komt goed uit. One damage, draw a card. En wat ik dan ga doen is deze. Deal one damage. Draw a card. Is die weg? Maar dan krijg je steeds elke keer een kaart ervoor terug. Dat is ook nog voordeel. De Raptor voor die opofferen. En die had hij direct op zijn gezicht. Het voordeel is, ik heb nog steeds board control en extra kaarten. Want ik heb gewoon steeds one damage gedaan op de minions en ik kreeg steeds een kaart ervoor terug. Dus het heeft alleen maar mana gekost en ik heb nog steeds een card advantage. Dus ik heb een groot voordeel, ik heb goede antwoorden als hij zelf wat speelt. Dat is een vervelende kaart. Natuurlijk heeft de Joto ook bij de priester over hoe hoger zijn HP is, hoe hoger zijn damages. Want die nummers blijven altijd hetzelfde. Dus wat ik ga doen is hem natuurlijk wat verzwakken met deze, denk ik. En dan kan ik het met de zelf aanvallen. Mijn eigen wapen. Of dat ik die gebruik. Oké, wat ik ga doen. Is daar damage op doen. Dan is ook gelijk zijn attack lager, zoals je ziet. Dat gaat altijd hetzelfde. Mijn wapen oproepen. En die gebruik ik nog niet, is niet nodig. Ik ga hem hiermee finishen. Ik krijg er zelf wat damage door, maar mijn Yeti blijft leven. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. En ik kan deze ook wel gelijkertijd plaatsen, want de priest heeft toch geen wapens. Dus deze kaart heeft niet zoveel zin tegen de priest. Dat is best wel een sterke kaart, maar ik heb een voordeel daarvoor om het gratis te finishen. Voordat ik het doe, ga ik eerst kijken of ik een andere optie krijg. Nee, gewoon een andere oes. Dus wat ik ga doen is deze gebruiken. Ik krijg er wel wat extra damage door, maar dat wil ik wel krijgen. Vind ik zelf niet erg. Voordeel is, ik kan nog steeds mijn Yeti erop en weer een extra slime terugplaatsen. Ik heb misschien net wat minder HP, maar ik heb board control. Net wat minder kaarten, maar het zijn hele sterke kaarten. En natuurlijk heeft hij heeft ook wat kaarten in zijn hand, maar niks op het veld. Dus ik heb een groot voordeel. Dus hij moet deze drie weg kunnen halen. En dan heeft hij nog een ronde om te overleven. Want dit is al 5 damage hier. En random silence, oké. Okay. Ik heb deze ronde zo goed als gewonnen. Het enige wat hem nu kan redden is een tand. Dat is het enige wat ik kan redden. Oh, jij heeft natuurlijk heel, maar dat gaat hem ook nog niet redden. Dus deze ronde hebben we mooi gewonnen. Dan ga ik lekker zelf aanvallen nog een keer. En daar heb ik al. En daar heb ik al. 2 priesters verslagen. En we zijn net nog in level 18 nog. Jammer. Oké, zoals je zag, het deck werkt heel goed. Het heeft goed card draw, want je zag heel veel momenten dat ik elke keer dat ik een kaart speelde, kreeg ik een kaart ervoor terug. En zo zit het deck een beetje in elkaar. Als je hetzelfde deck wil proberen, de link ervan zit in de beschrijving, dat je zelf kan testen. Je kan natuurlijk altijd dingen er aanpassen. Als je merkt dat je te veel card draw hebt, kan je misschien omwisselen door andere kaarten. Wel opletten dat je niet te hoog of te veel hoge of te veel lage kaarten erin hebt. Nou goed, de volgende keer ga ik de Paladin proberen. Dus laat me weten of jullie het leuk vinden, de manier hoe ik het nu doe, zeg maar. Want ik probeer natuurlijk altijd alles te verbeteren voor jullie. En hopelijk vonden jullie het ook een beetje entertaining. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei doei!